Nou komen we toch zo af en toe langs de stand, hoor. Glaubst du? Ja, da müsste man fragen, dann hätten wir wahrscheinlich. Ja, die liegen schon unten. Ah, ja. Wir hatten unterwegs einen Baum gesehen. Und ich habe Filme? Ja. Ja. Ach, sehr. Wie man sie filmen. So wie sie da steht, toll. Rekord staat er en dan gaat er een kringetje. Ja, nou, dat draait hij. Oké. Hoe lang wil je het? Nou, dat, als je nou alles wat je nou zegt blijft voor eeuwig op die film. Oh, god. Ja, eerst. Ik moet één ding meenemen en dat is mijn stok. Ik vraag me of ik mijn einde hoor in taal. Zie je? Ja, ik heb het Oké, ja, maar ik wilde dat is niet. Zo viel ik, hè? Dat zag me allemaal zo. Die ochtend met een pak met meer. Maar wat is het beste voortje? Ich kann die Kraft von oben nicht entdecken. Ach so, wenn ich jetzt laufe, ich mache dieses Deutsch. Ja, ich auch nicht. Aber lass es nicht. Und ich kriege so eine Wurstfinger, sonst kriege ich immer so dicke Finger. Ah ja, und so, ja, sind sie unterhängen. Je houdt je mond. Je kan alles zeggen, maar ik wist het toch. Dus. De pelgrims komen terug van het boemelen. Ja, pitten, maar zeker staan. Kijk maar hier. Zeg ze maar, dat is pummelig. Dat komt van boemelen. Man wordt immer pummeliger. Ik wünschte diese Seite zu gehen. Möchtest du noch sehen? Ja. Schau gerne. Da oben die Berge. Ja, gerne. Es ist eine schöne Stadt. Mir gefällt es hier noch besser. Dit ist der Maisopschlag in Asturien ist es hier. Eh? Ja. Hetzelfde System als in Galicië, maar rechthoekig.
Een kerk uit 1921. Pre-Romaans. Binnen schijnen er nog muurschilderingen te zijn uit die tijd. Maar ja, we hebben geen sleutel dus. Maar Jan probeert de sleutel te ritselen. Dan kunnen we toch binnen kijken. Ja, maar ja, 1100 jaar is ook niet niks. Santa Maria de Oliva. Er gaan twee Speedy Gonzalesen. Die lopen toch hard. Dit kapelletje staat op het punt waar twee pelgrimswegen uit elkaar gaan. Wij gaan langs de kust verder. En naar Ibedeo in Gijón. En de andere kant gaat door de Picos de Europa. Direct naar de Camino Francis. Kijk maar. Ja. Die volgen wij. En die gaat naar Oviedo. Dat is die weg. En zo klimmen we al een uur ongeveer. Ja, ja. Er komt geen eind aan. Het is amazing. Dit was een makkelijke dag, staat er in het boekje. Zelfs Manfred is ten einde raad. Het erge is dat we ook de weg nog kwijt zijn. We moeten zo terug. Nee, terug gaan we nooit. Nog verder, denk ik. Nee, hier zit nog een weer met het hoofd erin. Oh, wacht even. Hoe kan dit nou? Ik ben een slechte filmer. Ja, dat komt wel goed. Ah. Tegen die tijd dat we Santiago zijn, ken je het wel. Ja, maar ik zie de... Hoe heet het niet? Ik zie de afgrond niet. Oké. Moet ik heel... Groen hier. Ja, ja. Het knippert steeds, Theo. Wat erg. Ja, naar links. Ja. Nee, maar ik denk, ik vraag me af of dit, hij doet dit steeds. Okay. Nou, doet hij dit. Daar moeten wij. He? In de diepte, daar in de dal. He? Ja, daar ginds achter die volgende berg is de zee. Ja. Daar moeten we heen. Dat is Gijón. Gijón. Gigantisch. Gigant. Ja, Hollander, je hebt het goed. Je moet hier Belgisch krijgen. Ja. Op het moment möchte ik het liever in Holland lopen. Also, jetzt voor de rest des Tages. Ja, maar daar is het. Daar moeten wij. Gijón. Ja, met alles zijn reizen ook. Met de zee erachter. Ja,
Ja, ja. Wat is dat? Dit is een schöne Kirche, Manfred. Avilis. Sind wir doch daher gekommen? Ja. Riba Deo, daar moeten we heen. Nou ja, het staat al op de borden. Wat een uitzicht hier, hè. Maar die heuvels moeten we wel overheen, hoor. Zo steil is het hier. Langs dit zand kwamen we omdat we een slaapplaats aan het zoeken zijn. In de laatste dorp was geen refugio, waar we wel op gerekend hadden. Maar ja, het ging mis.
Och, 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 wat wordt er weer geklaagd? Ja, dat roep je wel steeds, maar... Vandaag een vrije dag in Culevieres, aan zee. En een vrije dag is ook een vrije dag, dat zie je. Oh, het is 16 graden, je moet je niet zo aanstellen. juni op zondagochtend. Het is bijna 8 uur, we gaan ontbijten bij de buren. Twee Portugese jongens die een restaurant hebben daar waar we gisteravond gegeten hebben. Hoe heet ze? Miguel? Nou ja, we hebben in ieder geval heel goed gegeten. En ik schijn een Braziliaanse naam te hebben. Tio. Ja. Er is een beetje zon, dus dat geeft hoop voor vandaag. Kijk, dit is een pelgrim over de brede weg. Smalle paden hebben we nou genoeg gehad. Ja, we kappen ermee. Op deze zondag kappen we ermee, we gaan over de brede weg. Wat er van komt, komt ervan. Vanmorgen zei Marianne dat ze dat anders moesten doen. Er moest een mooie weg voor wandelaars komen. En de moeilijke weg kon voor de auto's over de heuvels heen. Nou, die heeft ze nu. We lopen heel de morgen al over deze semi-autoweg. Nee, het zijn badhokjes.
Dit is net zo'n soort plekje als Kiliëro. Dit is Tapia, onderweg naar de herberg.
het gewoon warm. Dat kan man in Ribadito ook, ja. Ja, maar man kan deze land niet echt vallen, niet echt letten. Man kan zijn dat ze in het grond doen. Bij de middag bij de refugio van Tapia. Deze jonge heren die halen mij uit mijn bed. We hebben goed gegeten vanavond. Dan wil ik die namen nog wissen. Sie sind René aus Deutschland. Aus Deutschland. Marianne. Aus Marianne aus. Was? Weet je dat nou nog niet? Aus de Nederlanden. Holland. Aus Holland. Ja. Markus aus Duurstadt. Du darfst nicht so viel Wein trinken. Soll ich mich vorstellen? Ja. Ich bin der Manfred aus Oberschwaben. Kijk eens an. Schaffler Häuslebauer. Und ich bin der Jakob aus Kroatien. Okay. Dit is een kerkje in Tapia, dat we gisteren niet gezien hebben. Staat alleen op een rotsen. Ik denk dat hij aan deze kant van de baai heeft gestaan. De kust voor Ibadeo. Hier hebben we het voor gedaan. Eindelijk, op de laatste dag langs de kust. Oh ja. Prachtig. Oh, die zin heeft. Ja, ga maar niet te ver naar voren. Ik heb gehoord dat die wind komt zeker niet komt. Ja. Nou, en daar hebben we dan eindelijk het zandstrand. Het is toch een bounty strand, hè? Standwerken van Ribadeo. Ik hou het langer vol dan jij. De eerste opmerking van vandaag. Wat is dat kring weer zwaar?
Jongen, jongen, jongen. Wat een optimisme. Bezorg ik het ontbijt? Dit doen we voor de lol. Bezorg ik het ontbijt, ga je akelige dingen op de film zetten. Het was geweldig, Joon Wijn. Het was weer genieten. Nou, daar gaan we dan weer. Dat kast van volle, maar open kan niet meer. Waar gaan we eigenlijk heen vandaag? Proberen Gondan of Lorenzo te bereiken. Lorenzo? Lorenzo is verder en als het bergje te hoog zou blijven in Gondan. Oh, nou ja, dan zien we het wel. Ja. Ja. Dat was mooi geweest. Dat is een onweer verschil. Nog een laatste shot van de zee. Bij Ribadeo. Dat is de rivier die naar zee gaat. En aan de monding ervan ligt Ribadeo. Vandaag 900 meter. Daar komt Manfred aangewapperd. Die haalt ons wel in. Dit is Galicië. Groen. En wolk. Ik wist een mooi land als de zon schijnt. Maar dat doet het lang niet altijd. Even zien. Dat is inzoomen. Ja. Ja. Daar kun je wat mee doen. Hoop. Ik wil niks loslaten. Ik moet naar achteren. Oh nee, dat kan dit ding doen. Ja. Ik moet het toch neergooien. Ik had niet willen bukken. Zie je het? Ik zie je wel. Nee, dus dichterbij. En hij gaat niet verder. Dat moet ik toch wel doen. Zo zie ik het. Zo zie ik je helemaal. Dat de apostel u gids zal zijn.
zal zijn. Nou, ik hoop dat hij dan wat beter is, want we zijn totaal uitgeweken nadat we deze heuvel op zijn gelopen. Ik doe weer iets verkeerd. Laat maar zitten. Nu film ik. Nog een keer. Dat de apostel uw gids is. Nou, dat hoop ik dat hij wat beter zijn best gaat doen. Want nadat we deze heuvels zijn opgegaan, zijn we totaal uitgewoond. En de gids van de apostel mag wel wat beter geschreven worden, want die klopt niet overal. Te weinig koffie bijvoorbeeld. Geen soep. Maar heerlijke kruidenthee bij Ruud. Oké. Maar dat is de... En een gezellige lunch met z'n allen. Dat is de beschermengel die dat doet. Dat is niet de apostel. Oké. Doet hij nou nog? Oké. Ik heb weer foto's gemaakt. Moet je maar wegknippen. Ja, die. Dan heb ik weer op die gedrukt. Ik heb meer de neiging hier op te drukken. Ja, dan maak je foto's, ja. Ja, ik denk, wat zit ik er mee te knippen, weet ik. Oh, god, is een foto. De albergen van Lorenza. Villanova de Lorenza. Op 22 juli. We gaan er weer vandoor. Manfred is weer bij de pinken. Marianne komt er ook aan. Die les voorbereiden. Ja. Dit is Galicië zoals het hoort. Overal hele kleine arme dorpen. Praktisch verlaten.
met een paar huizen en dat is weer een dorp. Nou, dit moet je even zien. Hier gaan we onder de 150. Lusada. Lusada. Moet je achter je kijken, zo'n zonnetje velden. Dit is Lusada. Wie kent het niet? Het is mannen het centrum van de wereld. Nou, van deze wereld dan. Parkeerproblemen in de bergen. In the middle of nowhere. Daar zouden we ook geen centimeter verder moeten zetten. Hoe krijgen ze dat ding hier, joh? Die pijl erop. Ja. Tjonge, jongen. Speciaal voor pelgrims hier neergezet. Dat ligt hier aan huis. Er zijn pelgrims die zijn met de auto naar boven gereden. Maar de auto kon het niet halen, het was te stijl. Allemachtig. Spiekspringt de nieuwe refugio van Gondan. Gondan heet het hier. Tan. Ook Gondan. Er bestaat ook een Gondan, maar dit is meer tan. Superlux. Is nog maar 1 week open. Café in morgen. Café wunderbar. Ja. Und dein Wasser? Hast du einen Becher, sonst kannst du meinen nehmen. Ich gibt es noch. Hier worden de schoenen van Marianne. Ze krijgen nieuwe hakken. Pregúntale si doy un baño. Ja, oké.
weer in de nevenhoed. Nu de we go to the woods. Bueno, on the road. On the road is 100, yeah. And we are going. En este momento estoy. En este momento estoy operando el corazón. Después paso el cerebro. Vamos. ¿A dónde van? Vamos. De begraafplaats van Goriets, als ik het goed uitspreek. Kerk van Villalba of Villalba. Theo, eindelijk klaar met ontbijten. Sinaasappels, bananen. Nee. Yoghurt, kersen, Maria biscuits vol met jam. Thee. Echt een zondagochtendmaal in de albergen, de wonderschone albergen van Villalba. Gaan we nou nog lopen of? Ja, jij bent de aanvoerder. Dus wij volgen.
Ik hoop dat het er goed op staat. Jullie zien hoe mistig het is, of niet? Dit is de weg uit de middeleeuwen. Ze liepen niet zo erg makkelijk toen de tijd. En dit is een middeleeuwse brug, kijk. Hij is mooi, hè? Wir haben aufgemacht. Deze punten zijn allemaal gechristianiseerd, zo gezegd. Maar het zijn van oorsprong punten zoals in de Zaansteek is om de duivel af te weren. Ze zijn daar wat mooier gemaakt, maar de oorspronkelijke bedoeling is dat. Eine Rose. Red roses for the blue lady. not from drinking, hoor. I'm not blue from drinking. Wine? Ja. Ja. Ik zei het al, je moet misschien doen. Ja, heute, ja. Wir haben uns es erlaubt, gell? De refugio van Baamonde. Het was even schrikken toen we binnenkwamen, maar het valt mee in de praktijk. De was hangt alweer te drogen. Vijfentwintig juni, op maandag,
gaan we weer op stap. Hier hebben we gisteravond gegeten bij de dichter. En dit is de kerk van Baamonde. Je kan er niet in, maar het is wel een. Het is aan de buitenkant een mooi ding hoor. Zo weit kan de mens lopen. Dat is enorm. Ja. Nou, geen 100 meer. Wat een evenement. Am Camino Frances gibt es den Stein, wo drauf steht 100 Kilometer. Ja, ja. Vor Porto Marie. Midden in het bos staat deze kapel. Helemaal in zijn eentje. Er is geen dorp omheen. De Capilla El Fonte. Waar de kerk was, 1700 of zo. Met al die... Maria met de zwaarden. Ja, dat was wel een eigenaardige trouwens. Ja. Manfred, die weet het misschien. Dat wist hij trouwens. Dit is op de hei Sobrado dos Monksos of zoiets. Dos Monks. Namiras. Namiras. Het is hier heel mooi. Vooral als de zon schijnt. We hebben net een regenbui gehad. Ze komen hierheen, zie je het? Leuk. Op verzoek. Nou, hier zitten wel een heleboel zwarte schapen tussen. Die heb je ook nodig. Oh ja? En die kun je de schuld geven. Dat is gemeen. Deze opmerking blijft erop staan. Had ik niet van je verwacht. Oh nee. Ik kan mond opvreten. Ja. Dan zijn ze weer zo ver weg. Hallo jongens. Erfafscheidingen die sinds de middeleeuwen niet veranderd zijn. En over dit hele landschap lopen we dus. Indrukwekkend. Sobrado de Monks. Met een kerk die zou lijken op de kerk in de kathedraal in Santiago. Deze kerk is trouwens ook aan Santiago gewijd. In dat klooster gaan we slapen. Thank you.
los soberbios de corazón, derriba el trono a los poderosos y enaltece a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide vacíos. Auxilia a Israel su acordándose de la misericordia, como lo había prometido a nuestros padres, de favor que Abraham y su descendencia por siempre. Nou, een paar beelden vanuit het hotel dan, waar we vannacht geslapen hebben. Sint-Jacob verhoort alle gebeden. Toen ik gisteren zei dat ik in het hotel wilde slapen. Nou, en dan om 11 uur dan ben je er ook. Want de refugio was na 10 uur dicht.